Op initiatief van Perron 15 aan de havenweg in Aalrechtsel is aan de voorgevel een automatische externe defibrillator geplaatst. Deze is niet alleen bedoeld voor bezoekers van Perron 15, maar voor iedereen die in acute nood gereanimeerd moet worden. In Laarbeek zijn momenteel 50 AED'ers en meer dan 510 hulpverleners. Stichting AED Alert Laarbeek beheert, maar ook onderhoudt het netwerk, verzorgt de opleiding basale reanimatie en de herhalingscursussen. Wilt u meer weten over het reanimatienetwerk, ga dan naar aedlaarbeek.nl. Via de website kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener of informatie opvragen.